als een gekke wetenschapper. Jawel, maar that's okay. Fully recharged door het ontbijtje. Het is een supermooie dag. De zon schijnt en het liefst zit ik de hele dag buiten, maar vandaag gaan we inpakken. Het voelt heel onwerkelijk. Over 4 dagen komt er een verhuisteam ons helpen om te verhuizen. We zullen daar nog niet slapen, maar het meeste is dan gewoon al over, zodat dat niet meer gedaan hoeft te worden. En ik in ieder geval alvast kan beginnen met inrichten. Maar de badkamer is nog niet af, de keuken is nog niet af, dus we slapen voorlopig nog hier. Het voelt zo raar om ineens te moeten gaan inpakken. Ik ben ook nog nooit verhuisd met zoveel spullen, of althans zoveel. We hebben niet heel veel hoor. Maar de laatste keer dat ik van mijn ouderlijk huis naar hier ben gegaan, was eigenlijk een soort noodsituatie. Ik werd uit huis gezet. Diezelfde nacht ben ik toen vertrokken met 2 koffers. Dus ik heb nog nooit zoveel ingepakt. En ik zie er een klein beetje tegenop. Maar goed, Orfeo en Paula komen zo. Die komen helpen. And it's a very good day. We hebben ook geen haast. It's all good. We gaan er gewoon van genieten. Zover dat kan. So I'm wearing the most comfy fit ever. Het is een jurk van Bumpsuit. En ik draag een vest van Butter and Hazel. Ready to pack. Deze zit niet vast. Niet vast? Als in hij staat gewoon erop. Nee. Dus... Nee. Man vraagt vrouw ten huwelijk bij Club Blue. Nou. Dat ga ik bij jou doen. Toch? Dat hebben we in de auto besproken, toch? Wat? Want ik ga ten huwelijk vragen bij Club Blue. Ja man, die eerste of Talia, maar. Ja, maar ik. I prefer Blue. Oh, dus we willen wel vertrouwen. Dat is het enige wat ik heb gehoord. Gaat jij vragen in Club R? Dat is het enige wat ik heb gehoord. Dat ding staat los, toch op. Is van mij, is van je vrouw. Nee! Nee! Is van je vrouw. Nee! Is van je vrouw. Hij is bewogen. Wat een Nou, wat een teringlijer. Nu kan ik al geen shot meer maken. Ja, maar trek hem even vast. Ja, maar dan moet ik heel de... Alsjeblieft. Zo gek om het huis zo te zien. It's actually happening. The fuck. Zie hier al mijn studiomeuk. Alles is leeg. Ik ga morgen nog content maken. Dus de rol staat er nog. Maar die ga ik ook inpakken. Jou ga ik ook inpakken. Deze moet ik nog even verplaatsen naar de woonkamer. Want ik blijf hier nog wel eventjes werken. Maar de bureaus gaan wel al mee. Dan hebben we dit allemaal verzameld voor een vriendin van de moeder van Felix. Die verkoopt altijd allerlei spulletjes. Dus we dachten, hé, dit gaan we allemaal niet meer gebruiken. En het zijn gewoon nog hele mooie spullen. Dus daar kan zij daar lekker op verdienen. De kast is lekker leeg. Die blijft gewoon hier. Dit is allemaal leeggemaakt. En de meubels die er staan, die blijven ook hier. De servieskast blijft. Hier staan alle dozen die wel mee moeten naar het nieuwe huis. We gaan de bank en de salontafel waarschijnlijk weggeven aan vrienden. Want die hebben toevallig een studio en een huisje gevonden. De roze stoel houden we wel hier. En die meubeltjes daarachter geven we ook weg. De rest is alles van de muur gehaald. En ik vind het zo zielig. Moes snapt er echt helemaal niks van. Die is helemaal confused. En denkt echt, what the fuck is going on? In de slaapkamer is ook alles van de muur gehaald. Don't mind the bed. Sorry. Alle dozen staan klaar om vervoerd te worden. Ik denk dat je je voor kan stellen dat deze kamer echt het meeste werk was. En we hebben hier dus nog wat kleding en schoenen gestald die we de aankomende week/weken nog gaan dragen. Maar voor de rest is alles leeg. Everything's packed. Als Orfeo en Coco hier niet mee hadden geholpen, dan was het me echt niet gelukt.
Het zijn zoveel dozen, oh mijn god. Maar ik moet zeggen dat ik echt trots ben op ons, want we hebben alles in een halve dag en een avond gedaan. Dus echt, ik denk alles in totaal in een uur of 6, 7. Felix is nu aan de slag in het nieuwe huis. En ik ga er vanmiddag ook heen om te kijken wat er allemaal gebeurt. We hebben een hele strakke planning voor de aankomende weken. En het ziet ernaar uit dat alles gewoon goed gaat. So I'm really happy, want de zwangerschap zelf is gewoon echt heel zwaar aan het worden. Ik heb scoliose en ik merk nu dat mijn buik zoveel druk legt op mijn rug. Waardoor mijn rug extra hard moet werken. En dat dus weer mijn scoliose pijn verergert. Dus dat is best wel zwaar. Ik voel gewoon de hele dag een soort, ja, bot tegen een nerve aansteken. En er is geen enkele positie waarin ik het niet voel, behalve als ik in bad zit. Dus daarom zit ik soms echt uren in bad. Maar goed, ik hoop dat de chiropractor en de massages echt gaan helpen. Want oh, die shit doet echt, echt heel veel pijn. Wat ik echt heel spannend vind, voor als de baby er is, zijn deze gebroken nachten, man. Ik kan me niet eens meer herinneren hoe lang ik al echt maar 3 uur per nacht slaap. Omdat ik gewoon niet in slaap val. En niet eens door stress of zo. Ik ben gewoon helemaal cool, maar mijn lichaam wil het gewoon niet. Oogpoepjes ook, eeuw. Dus ja, dit is het beste wat ik er nu van kan maken. Maar het is wel een hele belangrijke dag. We gaan verhuizen, jongens. Het is bizar. Vee en ik hebben gisteren alles klaargemaakt. Dus het huis klaar voor alle spullen en dit huis klaar om alle spullen te vervoeren. Het was gisteren, precies 1 maand geleden, dat we ook begonnen met deze verbouwing. Dus dat we echt in een maand alle vloeren, badkamer, keuken, gewoon alles hebben aangepakt. Is echt, nou, wie had gedacht dat het zou lukken? Me, maar je weet toch, dat het dan ook echt lukt, is wel echt heel rewarding. Het is nu 7:15 ochtends. Dit ventje mag nog even lekker chillen. Dit is hoe het er nu voor staat. Alles staat gewoon klaar. Maar ik ga nu naar het nieuwe huis, want de gietvloer wordt niet afgemaakt. Morgenochtend wordt die afgemaakt, maar ze moeten per dag een laagje doen. En ik moet dat laagje even zien. Ik heb gewoon niet gezien hoe dat wordt gedaan. So I gotta see it. Dus ik moet snel zijn, want ik wil ook nog koffie halen. Because I need it. Nou, we kunnen in ieder geval nog lachen, jongens. Sinds de verhuizing. Er zijn heel veel pakketten binnengekomen. Ik heb 4 dagen gedaan over het uitpakken van de kleedkamer. Ik denk dat ik dat normaliter in 1 goede 8 uur durende dag wel had kunnen doen. Maar hey, we zitten nu met een belly die inmiddels echt mega zwaar is. En ik merk dat ik fysiek gewoon echt niet meer zoveel kan. Dus ik doe het super rustig aan. Coco en Orfeo helpen me heel veel. Buiten Felix natuurlijk. En ik moet zeggen dat het ook wel echt allemaal nodig is. Want nou, ik had het gewoon niet in mijn eentje kunnen uitpakken. Orfeo en Coco zijn allebei echt doorpakkers. Ik hoef ze eigenlijk niet te zeggen wat ze moeten doen.
Ze pakken zelf allemaal dozen en beginnen gewoon. Sterker nog, ik was in de kleedkamer bezig. En die twee waren in mijn studio wat dingetjes aan het doen. Of nou, wat dingetjes. Dit was echt een hele dure kast. En die stond al in mijn oude studio. Die wou ik mee. Maar hij kwam dus het trappengat niet door. Dus de verhuizers hebben toen geprobeerd de planken los te slaan. Want alles is gelijmd met houtlijm. Dat lukte niet. Dus Orfeo heeft dit voor mij gezaagd. En nu moet ik het alleen nog schuren en schilderen. Maar de kast staat er! Thank fucking god. En toen ik hier terugkwam, stond het zo. Dat is fucking lijp. En dat scheelt mij zoveel werk, want het stond er eerst zo voor. En vandaag is studio uitpakdag. Dus ik hoef nu eigenlijk alleen maar al mijn spullen uit de dozen te halen en in de kasten te doen. Wat ik ook als enige kan, want ik weet natuurlijk waar ik alles wil. Maar ze hebben het me gewoon zoveel makkelijker gemaakt. Ik ben ze zo dankbaar. Ondertussen zijn ook alle gordijnen opgehangen door Orfeo, zodat we in ieder geval alvast wat privacy hebben. De keuken is echt bijna af. We missen twee plankjes die niet goed waren geleverd. De badkamer wordt overmorgen geïnstalleerd. Yo, we gaan gewoon bijna helemaal compleet over. Dus we kunnen eindelijk bijna weer plassen, want nu is het tankstation echt mijn tweede huis. Ik heb dus ook niet zoveel gefilmd van het uitpakken en zo, omdat het gewoon... It's just a lot. Vooral als je ook nog zwanger bent. En ik moet zeggen dat ik nu wel een stuk emotioneler ben. Dat was ik in het begin van de zwangerschap niet. Maar ik merk nu dat al bijna 9 maanden mijn lichaam wordt volgepompt met andere hormonen. Dus ik kan om elk klein dingetje huilen. En niet alleen negatief. Gewoon ook als ik iets te lang nadenk over dat wij over 6 weken ons meisje vasthouden. Dan schiet ik helemaal vol. Dus it's been rough. En ik heb ook wel echt heel veel pijn in mijn lichaam. Dus nou, wat ik zei, ik kan fysiek gewoon niet heel veel. En per dag probeer ik te doen wat ik kan. In het begin ging ik echt nog wel mijn grens over met uitpakken. Omdat ja, ik vergeet dat mijn lichaam niet meer is zoals eerst. Dus mentaal kan ik het allemaal wel aan. Maar dan fysiek merk ik ineens, oh shit, dat doet toch wel pijn. Dus laat ik toch maar stoppen. Dus ik ga nu gewoon deze doosjes op mijn gemak doen. Lekker zittend. En dan zie ik wel hoe ver ik kom. Dus dan ga ik morgen verder. Ik doe niet meer aan haasten, jongens. Dat kan gewoon niet meer. Ik ben broodjes aan het maken. Want wij eten eigenlijk al weken broodjes van het tankstation. En ik moet zeggen dat die echt wel heel lekker zijn en gewoon vers. Maar ja, we hebben hier ook gewoon beleg. Dus waarom zou ik elke keer superveel geld uitgeven aan broodjes van het tankstation? Als ik het ook gewoon zelf kan maken. Zo. Ik ga nu naar het nieuwe huis toe. Ik ben heel benieuwd wanneer ik het woordje nieuw weglaat en het gewoon huis ga noemen. Vandaag is een hele leuke dag. We gaan eindelijk beginnen aan de babykamer. Er staan al wat kastjes, want die hebben de monteurs van de IKEA in elkaar gezet. Ik kon voor wat extra geld ervoor kiezen om alles wat ik daar heb besteld in elkaar te laten zetten. En I don't regret it at all. Heeft ons veel tijd en gezeik bespaard. Want het bedje hebben Vee en ik wel samen in elkaar gezet. En dat was toch echt nog wel een klus. Volgens mij zat er ook een productiefout in ons bedje. Want het ging gewoon echt niet. Dus ja, vandaag gaan we de rest afmaken. Gewoon indelen, alles mooi uitpakken. Nog niet helemaal, want ik moet alles nog wassen. Maar ik wil in ieder geval even kijken hoe alles eruit ziet als het op zijn plek staat. Ik droeg deze jurk ook met kerst. Alleen was ik toen natuurlijk een stuk... kleiner. Want ons meisje is nu wel echt
echt heel groot. Ze is 2,5 kilo. En maar liefst 45 centimeter, als ik het goed zeg. Oftewel, hoog tijd om haar kamer klaar te maken. Kijk hoe leuk. Wat is dit? Dat is de baby gym die zo opkomt. Oh ja. Je loopt het? Ja. Dat is echt wel veel werk, man. Godfuck. Ja? Ja. Het is oké. Cute, hè? Ja. Onze babytje wepel. Ah, cute, hè? Oké, jongens, ik ga ermee ophouden. Ik ben nu 2 uur bezig en de belly is zwaar aan het worden, dus het is gewoon teken om te stoppen. Is soms nog steeds wennen, want normaal zou ik echt een hele dag doorgaan. 5 à 8 uur, maar nu is het gewoon klaar. En dan luister ik natuurlijk naar mijn lichaam. Ik ben mega blij wel, want eigenlijk kan ik ook niet heel veel meer doen. De gordijntjes die hangen lekker al dankzij Orfeo. Het is een hele mooie kleur. Dat zijn gewoon gordijnen van de IKEA. Zoals je ziet moeten ze wel echt nog worden ingekort, maar dat komt wel goed. Dit is haar bedje van Stokken. En hierin heb ik alles wat we nog moeten opbergen. Dus nou, de klamboe die komt hierboven. Dan hebben we bijvoorbeeld de Snuggle Me, dus het nestje waar ze in komt te liggen. Voedingskussen, dekentje, speelgoedkleed, de grote teddybeer die ik op de voetstoel wil gaan doen. Dus eigenlijk allemaal dingen waar we nu gewoon niks mee kunnen. Dan hebben we hier haar badje. Die moet ook nog een plekje krijgen. En dit zijn eigenlijk alle dozen met kleding en spulletjes voor in de kasten die we nu al voor haar hebben. Maar ik moet alles nog wassen. En ik ga morgen naar Italië. Dus dit komt sowieso allemaal als ik terug ben. Hier in de hoek komt de voetstoel. Een hele mooie van Meet. Daar wachten we nog op. Die levertijd was 16 weken. Dus als het goed is, is hij er over 2 weken. Dan hebben we dit kastje van de IKEA. Dat wordt een soort boekenkastje. Dus alle boeken gaan erin. En ik wil er allemaal leuke dingetjes bovenop hangen. Want ik vind alles nu nog heel kaal en dat is ook logisch. Kijk, daar komen ook allemaal lijstjes. Hier komt die klamboe, dus dan is het al een stuk voller. Het kastje wilden we in de kleur van de muur verven, maar ik weet het niet. I kind of like this. Had ik niet verwacht, maar ik denk omdat het bedje ook die houtskleur is. Dus het is nog even wachten op het eind. Wat we hier nou precies mee gaan doen. Dan hebben we het kleed. Die heb ik van deze website besteld. En daar ben ik zo blij mee. Want hij is heel lekker zacht. Dus daar kan ze lekker op spelen. Hij past ook super mooi bij de rest. Want hier heb je dus haar wipstoeltje. Hier kan je toch gewoon om janken. En de baby gym eraan. En de gordijnen die dus gewoon allemaal overeenkomen met het tapijt. En dan hebben we hier de kasten die dus de IKEA-monteurs zelf in elkaar hebben gezet. Dus haar kledingkast en de commode. We hebben dus deze rotanspiegel en dit super schattige plankje van de H&M. Die komen hier. Ik wil nog zo'n plankje bestellen, zodat je er 2 onder elkaar hebt. En voor de rest is niks dus nog ingedeeld. Want ik moet alles nog wassen. Dus dat komt wel goed. En ik wil andere knoppies van hout. Dus nog even op zoek naar de perfecte. Voor nu zitten deze erop. Maar ik ben heel satisfied voor dag 1. Ik kan niet wachten tot het af is. Oh my god. Oh,
Ja, maar laat hem daar los dan, want ze trekt hem helemaal strak. Oh damn, boxes in boxes. Jezus, jongen. Jongen. Ik zag gewoon laatst ook ergens met allemaal soort potjes met een dekseltje zo. Godverdomme, verdomme hippie wat je zo ontloopt. Ja, wat is dit? Dit is voor rijst en zo, beetje. Zo klein. Zo klein? Voor rijst. Nee, deze. Nou, ik heb ook grote. Ja. Oké, guys, we zijn officieel verhuisd. Al onze spullen zijn over. Bijna alles is zo goed als uitgepakt. Gisteren hebben wij alle laatste kleine dingen opgehaald in het oude huis. En wij houden dat pand natuurlijk voor Felix. Dat wordt zijn studio. Dus het is ook niet erg als er nog wat ligt wat ik misschien nog nodig heb of wat ik ben vergeten. Maar gisteren was eigenlijk het laatste item meegenomen. En dat was mijn iMac. So now we're officially over. We slapen hier dus ook al 2 nachten. En ik voel me zo goed in dit huis. Ik kan het gewoon niet anders omschrijven dan dat ik me heel at peace voel. En er hangt gewoon een bepaalde energie in het huis wat helemaal matcht met die van ons. Het voelt allemaal heel sereen. En natuurlijk, de inrichting heeft daar ook mee te maken. Maar ik geloof echt dat dit huis op het juiste moment op ons pad kwam. En echt vanaf het moment dat wij hier voor het eerst een voet binnenzetten, voelden wij ons thuis. Letterlijk bij de bezichtiging al. Ik zag daar toen ook mijn angel number die me eigenlijk altijd het juiste pad op begeleidt. 1144 en 2244. Dus it just all made sense. En het feit dat we dit huis binnen 6 weken hebben kunnen renoveren en dat we hebben kunnen verhuizen en het helemaal naar wens hebben kunnen maken zonder vertraging. Oké, nou ja, er was hier en daar wat vertraging, want eigenlijk was de oorspronkelijke planning 1 maand. Maar nu ik dat zo zeg, is dat helemaal niet realistisch. Dus dat het in 6 weken is gelukt, is mindblowing. Op tijd voor de baby, zelfs nog op tijd voor mij om hier echt te chillen, te settelen, niks te doen. Dat moet ook wel echt, want I don't know if y'all can see it. Ik ben heel erg aan het opzwellen. Dus nou, dit doet bijvoorbeeld ook al, nou, het doet geen pijn, maar het voelt niet heel chill. Want ik voel gewoon dat dit opgezwollen is. Mijn voeten zijn echt, y'all don't even want to see it. Mijn enkel loopt door in mijn voet. Mijn bovenbeen ook in mijn onderbeen. Het is niet grappig. Maar goed, dat komt denk ik ook wel omdat ik misschien iets meer heb gedaan dan ik zou moeten doen tijdens deze verhuizing. Geloof me, we hebben echt heel veel hulp gehad. Het is echt niet zo dat ik alles in mijn eentje heb gedaan omdat jullie alleen mij op film zien. Ik heb gewoon überhaupt heel weinig gefilmd omdat ik er gewoon echt geen buffer voor had. Dus I'm gonna try to do better. I can't promise anything, maar ik ga het proberen. Maar voor nu dus wel een update dat we gewoon heel blij zijn dat we hier zitten. En dat het echt zo goed voelt. I'm just so happy. En het is officieel spring, dus laat het lekker er weer maar komen. Ondertussen ben ik 35 weken zwanger. Heb ik een aardige grote toeter nu. Ik heb echt verhuisnagels. I mean, look at this mess. Dit moet echt ASAP gefixt worden. Maar het gaat heel goed met haar. Ze beweegt heel, heel veel. Ze is heel druk. Het is wel echt heel zwaar nu, dus soms dan loop ik ook en dan til ik mijn buik gewoon even op, want het voelt een stuk lichter. Het kan gebeuren tussen de 37 en 42 weken en ik ben dus 35 weken. Dus het idee dat ik haar over 2 weken in mijn armen zou kunnen hebben, bizar. Dus ik probeer nog echt van deze tijd te genieten. Ik zie het echt als cadeautje. Maar nu eerst heb ik ook een cadeautje voor jullie. Namelijk een naked haul. Oh my god, een big bag. With clothes I probably don't fit. Ik heb voor de trousers gewoon gekozen voor een maatje 36. Normaal draag ik bij Naked 34, soms zelfs 32. Dus 36 pas ik nu ook niet. Maar waarschijnlijk over een maand of zo wel weer. Als de baby er is. En natuurlijk weet ik dat nooit zeker. Het kan ook best zo zijn dat ik nog heel lang niet
teruggaan naar mijn gewicht. Maar ik moest deze trousers gewoon hebben. En als ik ze nog veel groter had gehaald, dan zouden de pijpen ook echt heel breed worden. Dus you know what, I'm just gonna keep my fingers crossed. En anders heb ik pech. Het kleurenpalet is echt geweldig van de dingen die ik heb gekozen. If I say it on myself. Als allereerst heb ik dus de trousers van de Bruna Bear collectie. Bruna ken ik via Instagram. Zij verkoopt bijvoorbeeld ook haar kleding bij Ume Studio. Ik zie haar wel eens op events en een hele leuke meid. With a very gorgeous collection. Dit is dus een van de trousers. En ik zie nu al dat hij het materiaal heeft van een van mijn favoriete trousers bij Naked. Het is heel dik materiaal. En de kleur is echt super mooi. Donkerbruin. Dan heb ik dezelfde broek in deze groene kleur. Ook echt onwijs mooi. I can't wait to wear these. Ik weet nu al dat die niet ingaan hoor. Maar op een gegeven moment kan ik ze wel weer aan. Super mooi broek. Dan heb ik ook nog deze top uit haar collectie. En dit soort topjes zitten altijd super flattering door de ruches. En opnieuw een hele mooie groene kleur. Dus ik denk dat die heel mooi staat met de bruine broek. En dan last but not least deze blouse, ook van haar collectie. Met dit ruitpatroon. En deze staat denk ik juist weer heel leuk met de groene broek. En dit is hoe alles eraan uitziet. Heb ik ook nog een matching set van de Reborn collectie. Dus dat is deze heerlijke broek met een ripped patroon. Opnieuw een hele mooie chocoladekleur. Hij loopt dus heel wijd uit. En dit is een maatje M, maar ik denk dat ik hier dus wel in pas, want de tailleband is ook niet heel strak. Mocht hij wel te strak zijn, dan haal ik hem er gewoon lekker uit. En dan zit er deze top bij. Die is een stuk langer. Maar heeft knoopjes, dus je kan hem hier aan de onderkant dan mooi open doen. Maar dan valt hij wel over je billen heen. En dit is hoe hij eraan uitziet. Heb ik ook nog een topje uit de Romee Strijd collectie. Hij heeft een wrap detail aan de voorkant. En het is een soort, ja wat is het, een soort linnen blouseje. Echt een hele mooie fit, mooie mouwtjes. Dit is hoe hij eraan uitziet. En dan... Hier ben ik zo blij mee. Ik heb dus een favoriete suitpants van Naked. Wat ik al zei. Hetzelfde materiaal als de suitpants van de Bruna collectie. Ik denk dat ik die broek ook echt al, wat zal het zijn, een jaar of anderhalf heb. Hij is nog steeds mooi. Ik pas hem nu op dit moment niet. Maar de fit blijft ook gewoon mooi. De pasvorm blijft mooi. Maar ze hadden er geen blazer bij. En nu hebben ze er dus een blazer bij. Volgens mij al best wel een tijdje hoor. Maar... ik heb hem nu pas uitgekozen. Dus dit is de blazer. En dit is ook de kleur suitpants die ik dus heb. Zoals je ziet is het weer dat dikke materiaal. Volgens mij heet het twill. Maar hoe mooi! Dus nu kan ik die eindelijk als set dragen. En omdat ik hem zo mooi vind, heb ik hem ook in het zwart gekozen. Maar dan in een maatje 38. Dus deze is super oversized. En wil ik misschien als jurk dragen of gewoon als hele oversized blazer. En dit is hoe ze eraan uitzien. Ik kan niet wachten tot ik deze items weer allemaal aan kan. Maar voor nu ga ik genieten van de items die ik op het moment wel aan kan. Zat er nou iets bij wat je leuk vond? Check dan zeker de beschrijvingsbox, want daar staan alle linkjes. En met de code WIDIA20
krijgen jullie maar liefst 20% korting op de gehele Naked site. Ze hebben super veel items, dus I'm sure you'll find something. En ze verzenden ook nog eens mega snel, dus binnen no time heb je nieuwe kleren in huis. With that being said, ga ik deze vlog afsluiten. Thank you so much for watching en ik zie jullie in de volgende.